Nou, je hebt een bekende patiënt. Ik denk dat het slachtoffer van achteren in een stevige wurggreep is gehouden en flink heeft tegengespart. Ja, dat is een hele klap voor Ajax hoor. Die jongen had twee gouden beentjes. Hij is net getrouwd met het fotomodel Juliette van der Wal. Kuipers van der Wal. Heeft u enig idee wie hem kan hebben vermoord? De moord op Edwin Kuipers heeft onze hoogste prioriteit. Christus de Paard. Heftig, hè? Het is het tweelingbroer Robin. Ik weet hoe het zit. Het ging om jou, het ging helemaal niet om Edwin. Waar heb je het over? Ze halen jullie altijd door elkaar. Ze wilden jou vermoorden en niet Edwin. Jij hebt al die schulden. Schulden? Robin die heeft heel veel schulden bij de trainer van Swift. Nou heeft natuurlijk Edwin aangezien voor Robin. Ik heb Edwin niet gezien, ik heb mijn centjes nog niet gezien. Als ik heel eerlijk ben, dan wil ik jullie nou ook niet meer zien. Heren. Heb ik ongelijk als ik zeg dat Edwin meer dan alleen een zware voor u was? Edwin zei dat hij bij me terug zou komen. We hebben vroeger wat gehad. Ze willen weten hoe het zat tussen Eddie en Jacques Salomons. Ik ben een zakenman, ik ben geen moordenaar. Doet u ook de zaken voor Mounir Amund? En is het zo dat de dood van Edwin goed is voor de carrière van Mounir? Het is bizar, maar in feite is dat zo. Manchester United is alleen in mij geïnteresseerd. Je bent tweede keus bij Ajax en dan kan je ineens naar Engeland? Zeg jij dat ik Edwin heb vermoord? Ik had met hem afgesproken dat hij de schuld van die klaploper zou betalen. Dan ga ik hem toch niet vermoorden, dat denk na zeg. Maar alle feiten wijzen in uw richting. U heeft over alles verlogen. En u was op de plaats van de misdrijf. Ik was waar. Maar Lex Hamer, dat is een ander verhaal. Openlijke geweldpleging en afpersing. Wat heb jij fantasie, zeg. Moet je iets mee doen? Een kok. We hebben een lijk. Doeltreffende methode, de kok. Wanneer is het gebeurd ineens? Het water was nog lauw, ik denk 4 uur geleden. De Romeinen maakten vaak gebruik van deze methode. Het is nagenoeg pijnloos. Je versuft, je valt in slaap en daarna word je niet meer wakker. Het is zeker zelfmoord. Ja, dat lijkt me wel, ja. Je hebt toch zelf ook gezien hoe ongelooflijk in de war ze was? Als je maar depressief genoeg bent, is dit een logische volgende stap. Wat even, zijn wij met elkaar eens? Moet niet gekker worden. Dus jullie denken dat het zelfmoord is? Dan gaan we vanuit de kok. Edwin, ik kan niet langer zonder jou. Het is vergeleken met andere papieren van haar hier in huis. Het is met zekerheid Juliette's handschrift. Zij heeft dat geschreven. Er is toch een ruitje ingeslagen? Het is geen inbraak, lijkt me. Op zo'n manier kom je niet binnen. Een voorbijganger zag dat hij stuk was en heeft 112 gebeld. Tussen het inslaan van het ruitje en de melding kan dus enige tijd gezeten hebben. De collega's hebben wel direct de deur geforceerd, want er werd niet gereageerd. Ja, dat is wel duidelijk waarom. Ik vind het een rare zaak. Een zelfmoord, een ingeslagen ruitje. Maar goed, eerst wacht ons de fijne taak de familie weer in te lichten. Ik heb dit zien aankomen. Juliette kon niet zonder Eddie. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Heeft ze dan contact met u gehad? Wat is er aan de hand? Juliette. Juliette heeft de polsen doorgesneden, Robbie. Juliette? Leeft ze nog? Ik hoop dat hij snel bekend. Ik
hebben wat leukers te doen op vrije zaterdag. Ja, dat is mijn idee, Dick. Maar we kunnen jouw vriend Salomons niet tot maandag laten zitten. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij reageert op de zelfmoord van Juliet. Hij is daar indirect verantwoordelijk voor. Tenminste, als hij Edwin vermoord heeft. Twijfel jij daar nog aan? Dat ruikje zit me niet lekker. Ze heeft haar polsen doorgesneden, zegt u. Heeft iemand het haar ook daadwerkelijk zien doen? Nou, dat lijkt mij niet, nee. Laat me één ding zeggen. Juliette Kuipers is helemaal geen typetje om zelfmoord te plegen. Ze heeft een afscheidsbrief geschreven. Vrouwenkul. Juliette Kuipers is een van de sterkste vrouwen die ik ken. En ik ken er heel wat. Ze heeft de dood van haar ouders meegemaakt. Wat ze dan doet is, zult zichzelf helemaal te pletter en krabbelt dan op om er sterker uit te komen. Ik heb het er zien doen. De moord op Edwin was er kennelijk toch te veel. Brief of geen brief, ik geloof er geen snars van. Waarom heeft u gelogen over uw alibi, meneer Salomons? De avond van de moord op Edwin was u helemaal niet in Engeland. Klopt, ik heb voor die avond geen alibi. Ik was alleen thuis. Het WV heeft me 3 maanden geleden verlaten. Goh, maar eer het nou. Als ik u dat direct had gezegd, had u me aangehouden, waar of niet? Nou, en ik had een belangrijke bespreking die ik niet kon afzeggen vandaar. Over Monia Moons, met iemand van Manchester United. Ja, de transfer is zo goed als rond. Dat is heel slim van u. Niet slim genoeg, meneer de Kok, want ik zit toch hier. En ik heb niet de illusie dat u me laat gaan. Wat ik ook zal zeggen, en dan heb ik dan ook niets. Maar dan ook niets met de moord op Edwin te maken. U heeft een motief. U was ter plekke en u hebt geen alibi. Maar ik heb het niet gedaan. Als ik u was, zou ik nog een beetje gaan grasduinen bij dat huis van Juliette. Want van die zogenaamde zelfmoord klopt natuurlijk niets. En de persoon die haar vermoord heeft, heeft ook zeker Edwin om zeep geholpen. Als dat zo is, dan komt het vanzelf over water. Ja. En met die moord op Juliette heeft deze jongen niets te maken. Immers, ik genoot hier van jullie gastvrijheid. Het moment van haar dood is nog niet exact vastgesteld, meneer Salomons. Maar goed, als je ons verder niks te vertellen hebt, dan laten wij het voorlopig hierbij. Kunnen wij naar huis? Het is toch ongelooflijk hoe zoveel met zo'n lulverhaal durft aan te komen? Hij probeert van alles, Dick. Ja. Nou, Ajax speelt vanavond. Ik ga me indrinken met de mannen. Zie je maandag, chef. Ik dacht, dit wil jij niet pas maandag weten. Juliette heeft 's ochtends een aankoopakte getekend van een villa in Bad Oeverdorp. Ik zag de kopieën liggen toen ik nog even verder rondkeek. Ze pleegt zelfmoord, maar koopt een paar uur daarvoor nog een huis. Ja, en dit is ook heel erg verrassend. Komt uit de antwoordapparaat. Popje Lex Hamer hier. Zeg, ik vind het allemaal erg sneu voor je van je man. Maar dat neemt niet weg dat er nog wel wat valt te regelen. Ik ben nog steeds om 8 uur vanavond bij je om mijn cent op te halen. Ik herinner je er maar even aan. Zorg dat je thuis bent. We willen niet dat er nog meer dooien vallen. Haal hem maar op. En jij bent ook hier. Wij gaan samen met Lex Hamer eens fijn in de tand voelen over wat hij met Juliette heeft uitgesproken. Hij is met je dochter. Hoezo? Hij is nog verkering. Nee, dat zijn geen grappen, hè, Fletter. Is het eigenlijk niet zo dat je baalt van die jongen omdat hij zeg maar een ander geloof heeft? Net zoals de nieuwe vriend van Iris, bedoel je? Links. Ik heb vanmiddag wel een heel belangrijke thuiswedstrijd. Mijn jongens hebben me nodig. Met andere woorden, heren, kan het een beetje snel? Ga er zitten. U heeft Juliette Kuipers met de dood bedreigd, meneer Hamer. Zegt ze dat? Nou, dat liegt ze dan. Nee, maar zij zegt het niet. We hebben jou horen zeggen, op de antwoordapparaat. Ach, dat was me een beetje druk uitoefenen. Edwin had me dat geld wel beloofd. Heeft het gewerkt? Wat? Die druk? Ja, ze heeft me het geld gegeven. Dat was ook afgesproken. Beetje flauw dat ze daarna hierheen loopt. Denkt ze op die manier die centjes terug te krijgen? Ik had een afspraak met haar man. Het is allemaal volledig legaal. Ja. Hoe is het precies gegaan? Wat bedoelt u? Hoe is het precies gegaan? Je hebt er gebeld, je bent erheen gegaan. En toen? Dat zeg ik. Ik stond om 8 uur op de stoep. Ze heeft me die 12.000 gegeven. Ik ben weer vertrokken. Had ik daar moeten blijven rondhangen dan? Er is een ruitje ingeslagen. Ja. Omdat ze eerst niet open wilde doen. Beetje overtuigingskracht. Zit ik daarom hier, vanwege dat ruitje? Daarna heeft ze open gedaan en heeft ze u het geld gegeven.
Ja, en daarna deed ze de deur weer dicht. En heeft ze verder nog iets gezegd? Nee. Zeg, wat willen jullie nou van me? Juliette Kuipers heeft gisteravond zelfmoord gepleegd, meneer Hamer. Is er nog iets aan haar opgevallen toen zij u dat geld gaf? Nee, niet. Nee, ze deed het normaal. Ja. Je slaat een ruitje in, zij doet open, ze geeft je 12.000 euro, zegt niks, sluit de deur weer en dat doet ze allemaal heel normaal. Er is helemaal niets wat ik daaraan toe te voegen heb, nee. Denk er nou eens goed na. U bent waarschijnlijk de laatste jaar gezien heeft. Ja, nou, daar heb ik er niks mee te maken. Ze heeft me dat geld gegeven, ik heb er geen enkele reden om het daarna nog te mollen. Te mollen? Wij zeggen net dat het zelfmoord was. Ja, dat bedoel ik ook. Nee, ik vind het triest. Ik vind het echt een drama. Maar ik geloof niet dat ik de heren verder kan helpen. Kan ik er nu gaan? Mijn jongens moeten zo spelen. Mocht er nu iets te binnen schieten, laat ons dan weten. Meneer Hamer. Die gozer deugt niet. Als het niet zo overduidelijk zelfmoord was, had ik al mijn geld op hem gezet. Ja, maar nou hebben geld gesproken. Waarom koop je een huis om vervolgens een halve dag later zelfmoord te plegen? Er moet iets gebeurd zijn in die tussentijd. Ja, maar wat? Wat was er erger voor Juliette dan de dood van Edwin? Ook de dood van Edwin was geen reden tot zelfmoord, Fleur. Ineens. Doctoren, hebben we niks beters te doen in het weekend? Geen operaatje of zo? Mijn vrije tijdsbesteding is beduidend interessanter en boeiender dan die van jou. Maar er zijn soms zaken waarvoor het moet wijken. Wat heb je? Jij had helemaal gelijk, de kok. Juliette Kuipers heeft geen zelfmoord gepleegd. Ja, het moest er wel op lijken, hè? Maar dat is jammerlijk mislukt. Hoezo geen zelfmoord? Er zaten kleine deeltjes rode keramiek in haar achterhoofd. En nader onderzoek wees uit dat ze daar een trauma had. Iemand heeft er neergeslagen? Ja, met een rood keramiek voorwerp, ja. En heeft vervolgens in bad gelegd? Maar ik heb nog een interessant detail ontdekt. 6 uur voor de dood is ze naar de kapper geweest. Een lab testte deze uit dat ze zich opnieuw had laten blonderen. Ja, zoiets doe je niet als je van plan bent jezelf het leven te beroven. Ik ben bang dat meneer Hamer zijn wedstrijd moet missen. Juliette is vermoord omdat ze wist wie Edwin heeft vermoord. Dat zou best kunnen, ja. Sorry, de kok, dat ik vannacht zo snel voor zelfmoord ging, maar ja, de omstandigheden waarom. De omstandigheden wezen erop ineens. Betekent wel dat die platje P van Sjaak Salomons wel gelijk had. Ga jij die hamer zelf herhalen? En toch klopt er iets niet. Inderdaad. Juliette had geen zelfmoord gepleegd. Maar wel een zelfmoordbrief geschreven. Meneer de Kok. U komt mij vertellen wie mijn Eddie heeft vermoord. Robin? Wel, ik ben het. Verwacht u uw vriend? Is hij niet thuis? Waar is hij heen? Hij is naar het voetbalveld. Hij moest en zou vandaag de wedstrijd spelen. Hij wilde afleiding. Ah, juist. Maar als hij staat te voetballen, waarom dacht u dan dat hij nu voor de deur staat? Hij heeft het vanochtend uitgemaakt. Ik voelde onnattigheid en toen ben ik hier naartoe gekomen. En inderdaad, hij wilde niet meer. Maar hij is de dag na de dood van Edwin naar u toe gegaan. Ik was hier. Hij pakte zijn fiets en zou naar u gaan. Dat heeft hij dus niet gedaan. Robbie is erg in de war, meneer de Kok. Hij schopt en slaat om zich heen. Hij kan de dood van Eddie niet aan. Tegen mij zei hij vanochtend dat hij niet meer thuis komt. Dat hij ergens anders gaat wonen. Ergens anders wonen? Ik weet het niet meer. Robbie is de enige die ik nog heb. Waar was hij gisteravond? Hij was gewoon thuis, geloof ik. Waarom wilt u dat weten? Ja, ik heb nog wat onplezierig nieuws voor u. Het blijkt nu dat uw schoondochter Juliette is vermoord. Je denkt toch niet dat Robin dat heeft gedaan? Maar ik wil van u beiden weten of u mij misschien Juliette wat vreemde gedrag van de laatste dagen kan verklaren. Ik heb haar na Eddie's dood niet meer gezien. Maar waarom denkt u dat het geen zelfmoord is? Ze koopt een huis, gaat in de kapper, betaalt zelf de gokschulden voor Robin en zijn coach.
Ik zou het allemaal niet weten, meneer de Kok. Ik kan u niet helpen. En nou moet u mij excuseren. U moet weg. Er is straks een wedstrijd in de arena. Ik moet naar mijn werk. Juliette vermoord. Fuck. Nee, ik heb geen idee waarom ze opeens naar de kapper ging en mijn schulden alsnog aan Lex heeft betaald. Ik ben er wel dankbaar trouwens. Au! Wilt u ons even alleen laten? Je zei gisteren dat je naar je vriendin, naar Saskia, zou gaan. Daar ben je niet geweest. Ze is mijn vriendin niet meer. Nee, dat weet ik. Maar ben je wel geweest? Zeg, waarom wordt onze coach halverwege de wedstrijd gearresteerd? Dat gaat je niks aan. Denken jullie dat Lex iets te maken heeft met de moord op mijn broer? Mogelijk met de moord op Juliette. Ik kan maar niet geloven dat ze vermoord is. Dus jullie verdenken Lex. Waarom? Wij doen geen mededelingen over het onderzoek. Maar als Lex iets te maken heeft met Juliette, heeft hij ook iets te maken met de dood van mijn broer. Waar was je nou gisteren toen je zei dat je naar Saskia toe ging? Geef dan eens antwoord op. Toen had ik al geen zin meer in. Ik ben de kroeg ingegaan, heb mijn lam gezopen. Mijn broer was net vermoord, weet u nog? Ik had geen zin in mensen om me heen, ik wou alleen zijn. Waarom heb je het uitgemaakt? Dat gaat jou niks aan. Waarom heb je tegen je moeder gezegd dat je uit huis gaat wonen? Luister, wat tussen mij en mijn moeder is, of tussen mij en mijn vriendin, dat blijft tussen ons. Daar hebben jullie niks mee te maken. Dat hopen we dan maar, vriend. En als jullie zo nodig willen weten waar ik was toen Eddie werd vermoord, toen zat ik thuis met mijn moeder voor de buis. En gisteravond toen Juliette vermoord werd, toen zat ik in de kroeg. Jullie doen godverdomme net of ik verdacht ben. Au. We spreken elkaar nog wel. Beste met je been. Ik heb haar niet vermoord. Waarom zou ik dat doen? Zij geeft me het geld, sloot de deur. Ik ben naar huis gegaan. Gaat u zitten, meneer Hammer. Jullie kunnen helemaal niks maken. Man, je bent bijna geweest. Je hebt de geld afhandig gemaakt. Je hebt een stapblad van hier tot Tokio met die andere geweldplegingen. Wordt er niet tijd dat u ons de waarheid vertelt? Wist zij dingen van u die ze beter niet had kunnen weten? Ik vertel de waarheid. Nou, voor mij is het duidelijk. Jij gaat verschut voor de moord op Juliette Kuipers. En de man. Ach, jullie zijn bezopen. Ik heb toch helemaal geen motief. U bent met deze aangehouden, meneer Hamer, op verdenking van moord. En als u straks voorgeleid wordt, is het waarschijnlijk een dubbele moord geworden. Zij heeft me dit geld niet gegeven. Hebben ze haar daarom vermoord? Nee, ik heb die paar rotcentjes wel. Maar niet van haar. Het was de moeder van die twee. Ik stond daar, dat werd niet open gedaan. En toen heb ik dat ruitje ingeslagen. En toen verscheen zij daar, bevend van angst. Zij heeft me die 12 mil gegeven. Het was de moeder van die jongens. Wilma Kuipers. Waarom komt ze er nu pas mee aanzetten? Je liegt dat je barst. Waarom zou ze jou dat geld geven? Ik zou nog meer krijgen als ik mijn mond hield dat zij daar bij Juliette thuis was. Die man is een grote leugenaar. Die heeft mijn zoon en Juliette vermoord en lult wat in het rond om er onderuit te komen. Ik moet u toch vragen waar u gisteravond was, mevrouw Kuipers. Het is een schande. Was u thuis? Mm-hmm. Kan iemand dat bevestigen? Nee, Robbie is voortdurend weg. Het is toch onzin, meneer de Kok? En dan zou ik hem ook nog altijd geld hebben gegeven. Waar haal ik in hemelsnaam 12.000 euro vandaan? Wilma, kom hier de vries van je zoon. Ed, veel sterkte, vries. En dan ook nog Juliette vermoord. Ja, Lex Hamer beweert dat hij hem zelfs meer geld in het vooruitzicht heeft gesteld.
Als hij maar zou zeggen dat hij u daar niet gezien heeft. Waar? In het huis van Juliette en Edwin op de avond dat ze werd vermoord. Ik heb mijn zoon en mijn schoondochter verloren, heren. Ze zijn allebei op een afschuwelijke manier vermoord. En u komt mij hier beschuldigen. Nee, we controleren alleen de feiten. Er is nog geen sprake van een beschuldiging. Feit is dat die man een monster is. Hij houdt u voor de gek. En u loopt er met open ogen in. Nou goed, ik kan naar huis. Nee, ik denk dat ik nog heel even blijf. Maandag. Monier ziet af van officiële aanklacht. En dan mag jij 3 keer raaien aan wie je dat te danken hebt. Waar hadden jullie het over? Gaat je niks aan. Zeg, hoe is het eigenlijk met Keizer? Hoe oud is die dochter eigenlijk? 14. Want juist Appie de moeite mee heeft dat het een Marokkaanse jongen is. Wat bedoel je ermee? Dick Flerren? Hoe is het met jou? Het buurtonderzoek levert helemaal niks op. Niemand die iets gezien of gehoord heeft. Maar de krant weten ze er alles van. Hey, weet je wie me net belt voor mijn verjaardag? Vera Prins uit Australië. Een dag te vroeg, maar toch. Het enige wat ik me kan indenken is dat die Juliette belastende feiten wist van die Lex Hamer. En die haar daarom de mond wilde snoeren. Wat wist ze van? En wat doen we met onze voetbalmakelaar, Saak Salomons? Laat hij maar gaan. Maar hij zegt dat hij zich beschikbaar houdt. Hoezo? Hij kan Edwin toch nog steeds vermoord hebben? Ja, in theorie staan beide moorden los van elkaar, maar dat geloof ik niet. Vast staat het of Lex Hamer of de moeder van die jongen liegt. Eén van beide. Laat hem maar hier komen. Ja, Lex Hamer kan over één ding erg tevreden zijn. Swift heeft eindelijk weer eens gewonnen. Nog wel van de nummer 1. De kok, kantoor. Ik loop net Keizer tegen het lijf. Jij laat Salomons gaan. Waarom? Nou, hij kan Juliette Kuipers niet vermoord hebben. Want hij zat hier bij ons in de cel. Maar Edwin Kuipers toch wel? Hij was daar en had een motief. Ja, maar we hebben een andere verdachte. Die zowel Edwin als Juliette vermoord zou kunnen hebben. Het zou kunnen dat het uiteindelijk alleen maar om geld ging. Jij bedoelt die voetbalcoach? Maar die heeft zijn geld toch gehad? Jawel, maar dan zegt de moeder weer van die jongen... En die zogenaamde zelfmoordbrief, ben je daar al uit? Nee, dat blijft een raadsel. Ja? Sorry dat ik stoor, maar het technisch rapport is binnen van het huis van Edwin en Juliette. Nou, zet een vaart achter de kok. Ik doe mijn best, commissaris. Dat is dan niet goed genoeg. Eruit de kok. Het is al langs een koning geweest, heeft er gecheckt. Ze zijn niet van Edwin en zijn ook niet van Juliette. Maar er zijn er wel honderden van gevonden. Door het hele huis. Ze zaten echt overal. Lichtknoppen, deurhendels. Ik wil de vingerafdrukken van Salomons en van Robin. Die van Lex Hamer, die hebben we al. En ook van Saskia en moeder Wilma. Dick, ik wil toch even over die rare opmerkingen van jou hebben. Welke rare opmerkingen? Mijn dochter is 14 en heeft nou een vriendje, die is 19. En dat vind ik veel te oud. Nou, Ab, wat jij wil. Op die leeftijd is dat een heel groot verschil. Kijk, dat is mijn probleem. En niks anders.
Maar jij maakt wel vaker inschattingsfouten, hè? Begrijp ik. Ik kan niet verwachten dat ik al zo snel weer hier terug zal zijn. De moderne techniek staat tegenwoordig voor niets. Nog maar een ogenblikje geduld, hè? Meneer Salomons, u kunt gaan. Bedankt voor uw komst. Het was me geen genoegen, maar dat zal u wel een worst zijn. Houden ze het voorlopig beschikbaar? Wat heeft u toch een treurig vak, meneer Kok. Ik neem aan dat wij ons allemaal beschikbaar moeten houden. Er zijn veel vingerafdrukken van u in het huis. Dat had ik u zo ook kunnen zeggen. Ik maak daar schoon. Het is het huis van mijn zoon en mijn schoondochter. En de meeste afdrukken in het huis van je broer zijn van jou, Robin. Wat is dat voor onzin? Die zijn van Edwin natuurlijk. We zijn een tweeling, weet u nog? Een eeneiige tweeling. We hebben misschien wel hetzelfde DNA, maar zeker niet dezelfde vingerafdrukken. En deze zijn allemaal van jou. Nou, oké, dan ben ik daar geweest. Natuurlijk was ik daar. Het is mijn broer, godverdomme. Wat zegt dat nou? Je bent er wel erg vaak geweest, hè? Dat zegt dus dat jij misschien eens met Juliette had. Wel, nee. Ik vind het in ieder geval reden genoeg om jou voorlopig hier te houden. Wat een onzin! Ik hoor dat u mijn moeder loopt te beschuldigen. U doet echt maar wat, hè? Dit slaat helemaal nergens op. Heb je iets met haar gehad? Ik wil het weten. Hou je mond, Saskia. Ik denk dat jij Juliette vermoord hebt. En waarom zou ik dat gedaan hebben? Ik kan me herinneren dat er een rode vaas stond in het huis van Juliette. Ik ga ervan uit dat die nu weg is. Robbie is onschuldig. Ik heb het gedaan. Ik heb Juliette met die vaas buiten Westen geslagen. En die coach van Zwift, die meneer Hamer, is ook onschuldig. Hij had gelijk. Ik heb hem die 12.000 gegeven vlak nadat ik Juliette... Is het waar of beschermt ze haar enig overgebleven zoon? Daar hopen we zo spoedig mogelijk achter te komen. Zal ik met jou even spreken? Ja. Ik wou even zeggen dat ik een eikel ben, dat het me spijt. Maar ik dacht, hij wil iets van je. Was jij bezorgd om mij, Dick? Oh ja, hij gaat ook naar Engeland en zo. Waarom? Ja, Engeland. Dus ik dacht, wat moet jij dan? Nee, vandaar. Juliette heeft mijn Eddie vermoord. Hij wilde van haar scheiden. Het huwelijk was hem opgedrongen. Ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Iedereen heeft die jongen onder druk gezet. Juliette van der Wal was dé ideale vrouw voor Edwin. Succesvol model. Dochter van een bestuurslid van de KNVB. Maar na een paar dagen wilde Eddie er al onderuit. Hij trok het niet. Ik kreeg weer last van die verschrikkelijke drilbuien. Ja, en dus? Ze vond het onverteerbaar. Ze hield zielsveel van hem. Nou vermoord je iemand toch niet? Ze heeft het me letterlijk opgebiecht. Ze kon de schande van een scheiding niet aan. En heeft dat in een vlaag van waanzin gedaan. In de Amsterdam Arena. U moet mij niet vragen hoe ze dat gedaan heeft of waar. Maar ze zei het tegen me. Ik heb Edwin vermoord. En u geloofde dat direct? Waarom zou ze zoiets verzinnen? Als u had gezien hoe ze het me vertelde, zonder blikken of blozen, dan had u het ook geloofd. En ik ben er ook nu nog van overtuigd dat het waar is. En wat gebeurde er toen?
Hij wilde geld zien. Hij zei dat Juliet hem dat had beloofd. Ik heb hem toen voor de deur laten wachten en ik ben als een gek in huis op zoek gegaan en uiteindelijk vond ik het in haar tas. En die afscheidsbrief dan niet is gevonden. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Afscheidsbrief? Juliet had een brief geschreven. Edwin, ik kan niet zonder je. Daar heb ik haar toe gedwongen. Waar heeft u haar toe gedwongen? Ja. Ik heb haar op het laatst bedreigd. Ik heb haar dat briefje laten schrijven om het op zelfmoord te laten lijken. Dat is wel heel erg naïef dat ze daar aan meewerkte. Het moet voor Juliet toen toch duidelijk zijn geweest wat u daarmee van plan was. U kunt het haar niet meer vragen, meneer de Kok. Ik heb haar vermoord. Ik heb haar met die vaas de hersens ingeslagen. Toen heb ik haar uitgekleed. Ik heb haar in bad gelegd en de polsen doorgesneden. De scherven van die vaas heb ik netjes opgeveegd. Ik heb ze in een plastic zak gedaan en buiten bij de vuilnis gezet. Het moet voor u toch makkelijk zijn om ze bij de vuilnisbelt weer te vinden. U bent wel heel erg koelbloedig te werk gegaan, hè? Ze heeft me mijn zoon afgenomen. En daar moet ze voor boeten. Daar heb ik geen spijt van. Nee. Geen enkele spijt. Gefeliciteerd, de kok. Ik wist dat je me niet teleur zou stellen. Ja, Wilma mag dan haar schoondochter vermoord hebben. Maar het wil bij mij niet in dat Juliet Edwin heeft gewurgd. En nog wel midden in de arena. In de verklaring voor het afscheidsbriefje. Dat Juliet naïef was tot daar aan toe, maar zo naïef. Dat geloof ik niet. Hoe noemen de Amerikanen dat ook alweer? Loose ends of zoiets. De laatste details aan elkaar vastknopen. Nou, anyway, we hebben een bekentenis en daar gaat het om. Voor de moord op Juliet. Maar niet voor de moord op Edwin. De zaak is nog niet rond. Wat doen we met Lex Hamer? Laat hem maar even zitten nog. Lieveling, maar daar hoef je toch helemaal niet verdrietig om te zijn. Er zijn zat jongens in Amsterdam. Natuurlijk. Ja, zeg je mama dat ik ietsje later kom? Ja. Is de verkering van je dochter uit? Ja. Het is tijd voor een borrel. Die Appie Keizer die wil gewoon een gezonde Hollandse jongen als schoonzoon. Zou je denken, Appie? Die Rachid kwam nog helemaal naar het bureau om te vertellen hoe serieus die was. En die Rachid heeft wel lef. Hoe is nou bij Ajax de Kok? Jij weet meer dan ik. Zo erg. Ze hebben dit weekend weer goed gespeeld. Zo. Die Sam Wallach, die mogen ze nooit wegdoen bij Ajax. Snap je dat nou? Hij speelt nou weer de sterren van de hemel. Vorige week schoot hij nog in deuk en een pakje boter. Ik begrijp het ook niet. Alsof er nou opeens heel iemand anders stond. Bel jij de koning even? Heb je tegen mij de kok? Ja, bel hem even en vraag of hij drinken wil. Goedemorgen. Ik denk allemaal tegelijk. Gefeliciteerd. Niemand. Haal jij Robin Kuipers even op. Die woont niet meer thuis, toch? Ik denk dat je hem via zijn vriendin Saskia kan vinden. En neem die ook meteen maar mee. En wat doen we met Lex Hamer? Laat hij maar gaan. Dick. Nog vele jaren, Dick. Hoe is het met je enkel, Robin? Dat gaat. Het gaat me nog wel een paar weken kosten, maar... Of kan ik misschien beter Edwin tegen je zeggen? Dat is nogal smakeloos, meneer de Kok. O ja? Mijn broer is dood. Dat klopt, ja.
Wat suggereert u nou? Jouw moeder heeft Juliette om het leven gebracht omdat Juliette wist dat jij Edwin bent. U gaat maar door, hè? U blijft maar onzin uitkramen. Waarom doet u dit? Jij zei die dag dat je naar Saskia ging. Maar volgens ons ben je toen naar Juliette gegaan. Meent u dit nou? Wat had ik daar te zoeken? Maar kennelijk kon je er niet mee leven dat zij zoveel verdriet had. Verdriet over jouw dood. Terwijl je nog gewoon in leven was. Robin, wat zeggen ze allemaal? Jij kon het niet langer voor je houden. Je hebt het haar verteld. Je moest het haar wel vertellen. Vervolgens heb je je moeder verteld dat Juliette het wist. Oh, mijn moeder was dus al op de hoogte. Je moeder moet het vanaf het begin aan geweten hebben. Edwin. Gaat u zitten met elkaar. Je zou de hele wereld voor de gek kunnen houden. Zo verleken jullie op elkaar. Maar moeders weten het verschil. Edwin? Hij lult. Je moeder zag direct het risico. Dat jij de plaats van je broer had ingenomen, moest kost wat kost voor de buitenwereld geheim blijven. Je snapt toch wel dat niemand dit mag weten? Ik heb het koopcontract getekend. Ik ben bij de kapper geweest. Morgen ga ik lekker shoppen. Maar dan pakken ze hem op. Want hij heeft de hobby gedood. Dan hebben we allebei niemand meer. Ik ben zelfs geld gaan halen om die Kojo van Alex Hamer te betalen. Hoe hij hem dat heeft kunnen beloven, dat snap ik echt helemaal niet. Juliet, ben je nou zo dom of lijkt dat maar zo? Hij houdt van me, Wilma. Hij kon het gewoon niet aanzien dat ik weer door zo'n diep dal zou gaan. En als we dit hebben overwonnen, dan zullen we echt nooit meer problemen hebben. Heb jij pen en papier? Dat verklaart ook de enorme hoeveelheid vingerafdrukken van jou die in het huis gevonden zijn. Logisch. Jij woonde er zelf. En Edwin, ik kan niet zonder jou, was geen zelfmoordbriefje onder dwang geschreven. Nee, Juliette was me al te blij die woorden op te kunnen schrijven. U, mevrouw Kuipers, vroeg haar die woorden op te schrijven. Als teken van liefde. U zou het thuis aan Edwin geven, zodat hij nog sneller met Juliette terug zou komen. De werkelijke plannen die u met het briefje had over Juliette nooit kunnen vermoeden. Juliette heeft Eddy vermoord. Is een vuil secreet. Misschien was het geen opzet. Maar ze deugde sowieso niet. Maar hou je mond! Heb je niet al genoeg ellende aangericht? Ik geloof inderdaad dat er in de basis geen opzet in het spel was. Niet waar, Edwin? U kunt dat dan maar niet bewijzen? Hoe denkt u dat? Wat was het? Een uit de hand gelopen driftbui, een ruzie? Waar ging het over? Dit hier is mijn zoon Robbie, meneer de Kok. Robin Kuipers en niemand anders. Eddy is dood. Laat u mij maar eens zien hoe u dat anders aan kunt tonen. Edwin heeft een blessure. Robin had het niet. Dat heeft onze arts steeds vastgesteld. Juist. En hoe had ik met een blessure afgelopen weekend bij Swift kunnen spelen? Er zijn zoveel wondermiddeltjes. Maar die helpen natuurlijk niet wanneer er weer een schop tegen krijgt, zoals afgelopen weekend. En weet je, het was inderdaad jouw spel. Afgelopen zaterdag bij Swift. Dat je uiteindelijk verraden heeft. Talent of het ontbreken daarvan valt niet te verbergen. Dankzij jou hebben ze weer eens gewonnen, Edwin Kuipers. Dat zou Robin nooit zo hebben gekund.
Hij wou mijn plaats weer innemen bij een thuiswedstrijd. Aan het einde van het seizoen, maar dat kon toch niet? Ik kijk er echt zo naar uit. Wauw. We zijn hier omdat ik je toch iets duidelijk wil maken, Robin. 50.000 man. Wauw. Het kan niet, Robin. Het kan niet meer. Loop je nou te lullen, man? Natuurlijk kan het. Ik ben bovendien nog geblesseerd. Ik weet helemaal niet wanneer ze me weer op gaan stellen. Nou, dan wacht ik daar toch op? Je luistert niet naar me. Het is het einde van het seizoen, Robin. Misschien spelen we dan wel de kampioenswedstrijd. Ja. Nou, waarom hebben we het anders afgesproken? Hè? Hoe kan ik beter voelen wat het is dan bij zo'n wedstrijd? Jij kan me niet houden aan een afspraak die we hadden als kleine kindjes. Je hebt al een keer voor me gespeeld. Maar er zijn dingen veranderd. Er zitten scouts uit Engeland speciaal voor mij te kijken. Dus ik ga het risico niet meer nemen. Je bent een laffe hond. We hadden een afspraak. Nee, het kan niet. Scouts uit Engeland. Dus jij denkt omdat je de betere bent dat je er onderuit kan lullen? Dat is het niet. Je bent gewoon niet goed genoeg. Ga naar klootzak. Robby's plaats heeft ingenomen, dat heeft hij voor mij en voor Robby gedaan. Om een veroordeling tot doodslag te ontlopen vind ik ook wel een reden om in overweging te nemen. Nee, dat kan hem niks schelen. Maar als hij veroordeeld zou worden, dan zou ik ze allebei kwijt zijn. Eddie zou voortaan Robby zijn. Weg geld, weg succes. En zo zou hij boete doen voor de dood van zijn broer. Ik haat je. Hij zal toch ook wel een beetje gedacht hebben dat hij met zijn talent als Robin Kuipers toch wel een keer ontdekt zou kunnen worden. Hij is toch veel te goed voor... Ik heb je excuses overgebracht, Dick. En ze zijn ook geaccepteerd. Ik was zelf natuurlijk ook niet goed bezig. Maar goed. Ik heb iets voor je namens ons allemaal, omdat jij vandaag het feestvarken bent. Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat we ze allemaal verzameld hadden. 2 uur geleden hadden we er pas 8. Oh. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Op 2 na. Alsjeblieft. En meer. En voor meneer de kok. 2 kaartjes. Ajax, Feyenoord of Viveek. Eretribune. Zo, 2 kaartjes. Ja, wie zal ik meenemen? Hoe gaat het met Engeland? Kwestie van tijd. Maar 1 ding staat vast. Ik ga zeker. Jammer. Ja. Ja, en hoe oud is deze jongen dan? Nou, als zijn moeder het leuk vindt, dan... Heeft deze wel het juiste kleurtje? Als zijn moeder het goed vindt, dan vind ik het heel gezellig als mijn helmet bij ons komt eten. Ja, natuurlijk zo. Ja, tot straks. Kijk, deze jongen is 14. Dat vind ik veel gezelliger voor mijn dochter. Of die nou wit, zwart of zachtroos is. En Dick, hartelijk gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, Ab. En ik ben bang, jongens, dat ik het dit jaar toch zal moeten vieren. Ik sta versteld. Dacht die jongen nou echt dat hij daarmee weg kon komen? Zelfs zijn vriendin wist het niet, alleen zijn moeder. Het moet afgrijzelijk zijn om per ongeluk je eigen bloed te vermoorden. Zo blijft Monier nou, die gast van het eerste. Hé, Dick, misschien hebben die jongens wel wat beters te doen. Blijven hopen, Dick. Je weet me nooit. Ja, altijd blijven hopen. En wie weet, misschien is het toch nog niet te laat voor je.